Heel kort van gloednieuwe video. Vandaag doen we Superspel Heroes weer. En ze is skill of 5. Wat is het nou weer? Namelijk Beam. Allebei. Ja, ik ben lekker gespeeld. Ja, de clan. Best wel redelijk. En ik ben zeg gewoon lekker aan het pushen geweest nu. Qua spels. En toch de kontjes weer erbij. Weer Arcfires, Big Shoot. Nou. Het zelf gaat lekker. Ik heb bijna de ultimate upgrade. Naar 5. Dan is die echt overpowered. Dat kost dan 1000 kost die. En iets meer. Maar ik dacht gewoon 1000 van. Nee, gewoon even nu. Brim Cannon, die mensen hebben shield, ja. Oké, ga maar even wel. Nou, ik ga hem even naar level 3. Moet ook doen, nou, dit is ook allemaal. Mensen gebruiken dubbel fireball, die is best wel goed, maar... Ik ga mijn fire rage niet uitdoen. Nou, we gaan wel... Of met Jane. Die is ook 5 dus. Maar het gaat steeds beter in het spel. En ik had gewoon dat ik 5 victory bonus kreeg. Dus ik kreeg gewoon 25 als ik een win had. Dus dat is dus lekker. Dat was maar één keer helaas. Maar nu krijg ik gewoon 20. Oké, dan ga ik dit. En dat is een super chill begin. Oh. Nu gebruikt hij de tegen. Maar vaak als je dan dus daarmee hit, dan doe je maar liefst een shot weghalen. Maar ik vind die glowing sparkles vooral chill. Die fire rate moet weg. Oh ja. Doen we even een laserbeampie. Die vind ik ook altijd chill. Dit is geen kwaad. Het is gewoon even een laserbeampie. Doe ik weer een arcfire. Doe ik een shield. Een shieldje poppen. Oeh, dan moeten we even een aanval doen. Ik denk dat we hem niet daarmee weghalen, maar... We kunnen redelijk wat doen. Een big potato shield. Ik heb mijn hele super shield weggehaald. Waardoor hij me niet super veel damage heeft gedaan. Deze gebruiken. Dan kan ik mijn swords doen. Nu kan mijn ultimate. En dat is heel. Hij protect het kapot goed. Ja, maar leuk. Helaas. Verloren. Anders gaan we af met Zeron. Oh, visjesstrijden gaat ook wel lekker. Nou ja, ik ben clan leader, dus ik kan... Maar de hoogste dat ik kan doen is 1000, dus dat doe ik lekker niet. Pas als ik een 1000 ben. Dus ik ga strijden voor die 1000. Ik kan ook al op 1000 zetten. Maar zo ben ik niet. Ik zet hem nog niet op 1000. Ik moet even zoeken. Hopelijk is er iemand die even wilt spelen. Doelaard. En oh nee, moet hij niet tegen Jay met een coole skin. Ik heb deze coole skin gekocht. Gekocht, ja, vrijgespeeld. 72, heerlijk. Oh, een huil. What the fuck, ik dacht dat what the fuck? Je maakt een grap, dit is onmogelijk. Dit is gewoon...
te sterk voor mij. Ik zit te... Die heeft zo'n knijter zo hoog level. Ik heb een koude laag en dit is echt waar. Deze wegspelen doet er geen damage. Nou, geen damage, dan kan hij hem niet weghalen. Yo, ik heb nu wat met Finch. Hij heeft veel meer als Finch. Maar we staan best wel redelijk voor qua damage. Gebruik een best wel goede heal. Gewoon om qua HP weer goed te staan. Hij heeft een laserbeam, hij heeft een laserbeam. Protected. Oh, we hebben hem tegen kunnen houden met een shot. Oh, lekker. Qua damage zijn we nu wel naar. Als ik deze speel, dan kan ik een 128 doen. En heb ik potato heal. Daarna. Oh, en dan hebben we die. Oh, oh, oh. Dit gaat een goeie worden. Oh, oh. Zo. Ja, doe maar. Nee! Meen je dit? Ik had het zo kunnen doen. Nee. Oké, ik moet dit zo doen. Niet wat ik had gedacht. Maar mijn ding zit daar vast. Mijn shield en zo. En alles zit hier vast. Hier zit alles groen. Ja, maar hoe kan ik dat ooit vrij spelen? Oh, ik kwam alleen maar een rode ding omdat ik te veel groen had. Oh. Die shield zat daar vast. Dus ik had alles in de knoop daar gezet. Nou. Jee, weer een verlies. Nou, ik heb deze al hoog veel gewonnen. Dus ik heb nog best wel wat kans om nog wel gewoon in mijn 5 te blijven. Maar jullie denken van 3-4 dag elkaar. Huh, hoe kun je dat doen? Nou, ik heb gewoon even tijd genomen. Ik zit namelijk lekker bij Mopen Noma. En ik heb gewoon tijd om even te werken. En af en toe gewoon even een opname te doen. Achterna te gooien. Wat doet meer damage? Een Arfire niet. Oh, echt god. Ik deed een Arfire per ongeluk. En Arfire doet minder damage dan een Fireball. Was ik even vergeten. Kap is. Nee! Ik klik steeds op die gespeelde manier. Maar ik doe zo en dan denk ik van, oh nee, hij gaat aanvallen. Oh nee. Hij gaat aanvallen. Oh, net op tijd blakt. Zo, 140 attack. Oh, mijn shit was er nog. Ah ja, dat is naar. En nu kan ik een Arcfire weggooien. Pief. En nu is YouTube. Oh, op tijd, op tijd, op tijd. En nu gaat hij een Fire Rage doen. Dan ga ik een Fire Rage doen. En een A-tag. Hoep, hoep. Nee, ik was net te laat met mijn shieldje poppen. Oké, kom precies daar waar ik het wil. Yeah. 600. Met een make-up om. Oh, dit is lekker. Beam, son. En I'm dying als ik dit niet protect. Attack je. En een aanval met een Fire Rage. Please. Yeah, boy. I can do this. Beef, beef. Oh, dit is naar gek. Ah. Wat? Yes! Die win. Hij is waarschijnlijk echt pissig. Kijk, 20. Wat deze win. Gosh. Jullie zagen, wat net op tijd een Arcfire. Oh, als die Arcfire te weinig nemen zit, had ik het kunnen verliezen. Arcfire was een goede set. 700. Lekker. We gaan naar de bos. De volgende, een van de volgende videos, ik denk dat ik al aan de area. Waarschijnlijk de volgende bank al in de volgende area. Misschien halen we nog wel de 6. Dat betekent dat we bijna 6 hebben. Oh, oh, dan ga ik met mijn Jennifer in pushen. Nou, dan doen we een fireball die meer damage doet dan die ander. Nou, jee. De ander op begin, maar ik kom al tegen pro's. Moet je nagaan. Nu kom ik tegen een 6. Oh. Een Arfire poppen en dat doet hij ook. Dus mijn shoot als onzin. Pff.
Fireball. Weer een arcfire. Hij gooit alleen maar arcfires. Dat is wel best dom. Arcfires doen weinig damage. Die zit daar vast. Nou, dan doen we een shieldje gooien, snel. Oeh, tijd. Zo, en een fireball van 168. 168 fireball. Een heal. Nou, hij protect het zowat helemaal. Maar dan gewoon die heal. Dan gewoon weer. Alsjeblieft, dude. Ik moet die fire rage hebben. Lekker. 96, het is als lastig te slopen. En dat doet hij gewoon makkelijk met een aanval. Daar ging de fire rage en mijn HP. Even protecten, want anders weet ik, ga ik dood. Misschien. Dan wil ik die. 200, zo. Kawant. Dat protect hij heel erg goed, zo zeg. Maar we moeten onze ultimate vrijspelen. Zoals ultimate. Ja, hij hield alleen maar. Dit is echt een goede player. De kans dat ik dit verlies is groot. Ik zeg, nu kom ik al tegen pro's. Moet je nagaan, jongen. Nu heb ik een Yuya, maar kijk dan naar 168. En dan ga ik weer een shield. Ik gebruik mijn dubbel attack. Maar jongen, dit gaat echt lastig duren. Maar hij is echt waar. Ik had hem bijna dood ertoe gebruikt. Hij weer zie je ook in Yu 68. Dat zou misschien nog wat klappen kunnen overleven. Ja. Nee, ik ben dood. Ja, maar ik had nooit kunnen winnen. Ja. Maar toch, we zijn op wel lekker hoog. Oh. Dan zijn we gewoon 1000 bijna. Oh, we gaan er. Oh, dan zijn we 740. Oké. Okay. Ik ga vanavond weer deze doen. En dan ga ik weer lekker voor krijgen. Ik had die van 12, daar was ik echt blij mee. Maar het gaat best wel goed in dit spel. Ik ga niet verder. Het is gewoon. Ik vind het wel af en toe leuk om even te spelen. Clan gaat ook wel redelijk. Bijna 2000 bereikt. Even kijken of we al in het klassement staan. Denk het niet. Ja, kijk. 4000, ja, dacht ik al. Nee, we staan er nog waarschijnlijk niet in. Nou, en lokaal. Ik heb die 600.000. En toen keek ik hier. 1 miljoen op nummer 1. En op de half 1. Daar staat natuurlijk 11 miljoen. Oh my god. Dan. Dit is de best player in deze van een hele. What the fuck? Zijn weer 7000 verloren van de 21.000. Wat dan? Ja, hij moet tegenvallen. 45 heeft hij hem. Als je dan wint, dan ben je echt wel. Je gewonnen, gewonnen, gewonnen. Alles wint hij. Nou, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken van deze video. Ik vond het leuk. Dan een dikke vette duim omhoog. Abonneer me hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.